van Montpied, samen met mijn zus Dimfne, houden wij hier een schoenenwinkel, een concept store, van Montpied open in de Steendam te Gent. Bij ons kan je hippe en trendy schoenen kopen, kan je een tasje koffie drinken of een glaasje cava en kan je hier zeker ook een cadeautje vinden voor hem of haar of voor een van je beste vrienden. Wij komen uit een groot gezin met een heel modebewuste mama en vandaar dat wij eigenlijk al van jongs af aan wel altijd mode wat geleerd hebben en graag gezien hebben. En vandaar dat wij eigenlijk ook wel die passie altijd gehad hebben om daar iets mee te doen. Eens dat het moment rijp was om ons eigen droom waar te maken, om te starten met winkelen, was dat voor ons eigenlijk, hoe is dat bekend ging zijn? Ja, dat is een reis. Nee, dat is zo'n klein dorp, maar ook er gebeuren echt zoveel nieuwe dingen. En wat ik ook in een speelgebied rond Sint-Jacobs heb gedaan, dat ook echt gaat is. Gewoon, er is gewoon een hoek af. En het mag wel zo dat het robot zijn. En het is origineel. En het zijn dingen die je soms niet anders vindt. En ik vind dat gewoon overal in Gent. Ik zo, Gent is zo mooi. En het is een beetje like Parijs om erin te kruipen. En ons type soort van winkel is ook, komt ook het meest tot zijn recht in zo'n sfeergebied, gelijk als hier rond Sint-Jacobs. Ik denk dat je dat niet steken in dat middel shoppingcenter van Gent. Zo'n type winkel moet net zo in een straatje zitten dat je zo ontdekt. Dat is ook leuk als je zelf gaat gaan citytrippen en gewandeld wat en iedere keer komt in een leuke straat met een paar toffe zaken. Ik vind dat maakt een dag goed, daar word ik vrolijk van. En dat die loop rond Sint-Jacobs, heb die allemaal leuke dingen en dat past hier perfect. Er is ook een heel goed contact onder elkaar tussen handelaars. Er wordt een keer gebrainstormd over wat we doen hier in de afgelopen weekend, de braderij. Ook als je een keer iets tekort hebt en van in één keer van oei, eigenlijk zit hier zonder papieren zakken in één keer, dan weten we van, oh, we kunnen bij Stefanie een keer van horen, die gaat ons verder paneren en omgekeerd. Dus op dat vlak is dat ook echt wel leuk. Dat eigenlijk, zijn dat elk uw eigen baas en uw eigen zaak, maar dat geeft dus een vorm van collegialiteit, vind ik het soms. Wij kiezen zo voor kleinere merken ook, die nog niet mainstream zijn. Dus wij gaan bijvoorbeeld, United Nude is een van onze hoofdmerken en de ontwerper daarvan is een architect. En die schoenen, je ziet dat ook aan die vormen, die hebben iets heel architecturaal en dat is heel cool. Die doen ook voor films, we maken die prototypes, vernieuwen die printen 3D. Wij kiezen eigenlijk altijd zo merken die echt kwalitatief ook supergoed zijn, maar ook innovatief en ook edgy. Er is altijd wel iets speciaals aan die schoenen. Wat we ook nog belangrijk vinden is, wij komen zelf uit een groot gezin. En dan zijn de budgetten voor aankoop van schoenen en kledij dikwijls ook wel wat beperkter. Is dat je eigenlijk ook een betaalbare, hippe, originele schoen kunt kopen. Dat je dat ook hebt dat niet allemaal peperduur is of dat eigenlijk originele, leuke, kwalitatieve schoenen en ook voor een leuke prijs. Dat vinden we ook belangrijk. Ik denk dat we sowieso wel goede plannen hebben. Ja, je hebt ambitie. Hè. Dat stopt ook niet met Montpied zelf. Er zijn alleen nog andere pistes. En ja, graag een tweede winkel zouden beginnen. Misschien in Antwerpen of Oostende. Parijs of Japan of. Nee, ik weet niet. Maar een tweede sowieso. Ja, dat is inderdaad een droom. Dat is meer dan één om een UK zal zijn. En het mag geen keten worden of zo, het moet zijn eigen ervaren en misschien wel een beetje anders dan. Omdat het toch ook leuk is om daar wel dezelfde identiteit aan te geven, maar toch een beetje verschillend van hier. Dus dat zijn wel uitdagingen. We krijgen hier hele grappige mensen soms over de vloer. En vorige week hadden we hier nog een jong meisje, die in eerste instantie naar de schoentjes kwam kijken, want ze was op zoek naar bruine platte sandaaltjes, want dat moest ze van haar mama eigenlijk kopen.
En ze bekijkt onze menukaart en daar staat inderdaad op een snede brood met brunneke chocola. En ze liet daar eigenlijk instant wild van. Jij hebt hier een boterham met choco. Dus ze bestelt een boterham met choco. Onze choco was natuurlijk net op, de boerenlijke choco. Maar Nutella choco was even goed, gelukkig. Ze begint in een boterham te eten. Ze was van alles aan het vertellen. En in ieder geval moet je ook een stukje hebben van mijn boterham. Ik zeg nee, we gaan dat niet toe. Ik zeg als lief, maar eet dat maar zelf op. Ze had in het ziekenhuis gekregen. Ze was hier de helft van haar leven aan het vertellen. En in één keer moet ik nog een keer iets vertellen, zegt ze. Ik heb er zo'n 16 op vandaag.